Donderdag marcheerde het 44ste Panzerinfanteriebataljon uit Havelte met 500 man, behorende tot het regiment infanterie Johan Willem Friso, onder begeleiding van de regimentskapel door Leeuwarden. Het bataljon ging vanaf de vliegbasis Leeuwarden naar het Zuidland. Daar werd het defilé afgenomen door de commissaris van de Koningin van Friesland, John Jorisma, burgemeester van Leeuwarden, Vert Kroonen, brigadegeneraal Hans van der Lauw en regimentscommandant luitenant-kolonel Paul van der Touw bij het Paleis van Justitie. Dames en heren, geëerde gasten, ik ben de kapitein Veenstra, regimentskapitein 44 Panzer Infanterie Bataljon, regiment Infanterie Johan Willem Friso. Namens de commandant 44 Panzer Infanterie Bataljon en tevens regimentscommandant, regiment Infanterie Johan Willem Friso, de luitenant-kolonel van de Touw, heb ik u van harte welkom. Op het Zuidland werden militairen beëdigd en werden gevechtsmedailles en een zilveren medaille voor 24 jaar eerlijke en trouwe dienst uitgereikt. De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso omlijstte het eerbetoon muzikaal. De 7 militairen die vandaag de gevechtsinsigne ontvangen, hebben in de periode 2006-2008 bij verschillende battlegroups gediend en in die periode hebt u oog in oog gestaan met de vijand. U heeft in moeilijke omstandigheden deelgenomen aan militaire operaties, waarbij sprake was van vijandelijk optreden, met direct vuur of vergelijkbare gevechtsomstandigheden. Terwijl uw eigen leven en dat van uw collega's werd bedreigd, heeft u als militair naar eer en geweten professioneel en adequaat gehandeld. Maar u heeft niet alleen professioneel en adequaat gehandeld, u heeft bijzondere moed getoond. En daar willen we u op deze dag voor bedanken. En als blijk van die waardering ontvangt u het insigne voor optreden onder gevechtsomstandigheden. Een insigne waar een groot en belangrijk verhaal achter zit
uw verhaal. En ik hoop dat u uw verhaal wilt delen met uw familie, uw vrienden, uw collega's. Opdat het een verhaal is dat de ernst van de vredesoperaties en tegelijkertijd ook de noodzaak ervan onderstreept. De minister van Defensie verleent bij deze met ingang van 7 september 2012 als beloning vanwege haar majesteit de koningin een zilveren medaille voor 24 jaar eerlijke en trouwe dienst. Ingesteld bij koninklijk besluit van 19 februari 1825 nummer 97 aan adjudant onderofficier E. A. Lukkenaar. Gegeven te Utrecht 23 augustus 2012, de minister voornoemt voor de minister de commandant landstrijdkrachten M.C. de Kruijf, luitenant-generaal.